Welkom, dit is het COVID-19 journaal. Helaas, er worden steeds meer COVID-19 besmettingen genoteerd in ons land. Ook het aantal sterfgevallen neemt met de dag toe. Maar ook een tekort aan bedden en zorgpersoneel in de ziekenhuizen dient zich aan. Ik zei het eerder al, het regionaal ziekenhuis Wanica is vol met COVID-19 patiënten. Ook het mortuarium van dit ziekenhuis is vol. COVID-19 patiënten die ziekenhuiszorg nodig hebben, worden nu ook opgenomen in het 's Lands Hospitaal, in het Sint-Vincentius ziekenhuis, in het Academisch ziekenhuis en ook in het Diaconessenhuis. Het is nu of nooit. Iedereen moet zich strikt houden aan de COVID-19 regels om veel erger te voorkomen. Wie ons vandaag ook iets belangrijks te zeggen heeft, is de man die vanaf de uitbraak in Suriname de COVID-19 situatie van dichtbij beleefd en het een gezicht heeft gegeven. Kolonel Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. Ik ga eerlijk zeggen, ik heb altijd moeite gehad met de samenleving. Wanneer men zegt de samenleving, hè? Want ik ga je zeggen, het grootste deel van de samenleving die houdt zich wel aan de regels. Het zijn enkelen die zich niet aan de regels houden, om wat voor reden dan ook. Soms is het jeugdigheid, soms is het traditie, soms is het we moeten in een bepaalde periode onze mensen laten trouwen en we moeten onze mensen 3 dagen laten trouwen. En, begrijp wat ik bedoel? En het zijn dit soort activiteiten die wij in principe potentiële superspreaders noemen. En de mensen vragen juist om dit soort dingen te mogen organiseren. Dus was het vroeger zo dat men het deed en men deed het gewoon en ze werden ze daarna terechtgewezen. Tegenwoordig vraagt men toestemming om het te mogen doen. Toch? En men wordt boos als je geen toestemming geeft. Dus moeten we harder optreden? Tegen de mensen die overtreden, denk ik wel dat er gepaste maatregelen tegengenomen moeten worden. Als de overheid regels heeft gesteld, dan moet het volk gehoorzaam zijn daaraan. Dat is een algemene regel. Dat is wat we in een moderne samenleving met elkaar hebben afgesproken. En als je niet houdt, de mensen die uit de band springen, daar staat er een straf op. Dus dat is wat ik denk. Zoals de medici, de experts, hebben gezegd, zal deze situatie zo voorlopig blijven. Dat is de new normal, zoals het wordt genoemd. Totdat er een vaccin adequaat is gevonden, die dus eigenlijk de ziekte tot een niet meer zo'n potentiële killer gaat maken. Dan moeten wij ons voorlopig houden aan de maatregelen die er zijn getroffen. En die worden voorgesteld en die worden voorgedragen om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verspreidt. En ik denk wel dat men rekening moet houden met de new normal. En dat is dus dat er geen ruimte is voor superspreading activiteiten zoals grote feesten, grote bijeenkomsten, grote trouwpartijen. Weet je, dus dat soort dingen, dat gaat niet meer kunnen. Grote vergaderingen die moeten worden gehouden, massameetings, you name it. Ja. Het zijn geen zaken die we op dit moment meer kunnen doen. Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft naast de huidige controlepost nu ook een swap-unit geopend. Deze unit is ook gevestigd bij de ingang naar de spoedeisende hulp naast de controlepost. De swap-unit is dagelijks open van 8 uur 's morgens tot en met 8 uur 's avonds. Vooraf een afspraak maken is wel erg noodzakelijk, omdat er geen vertraging mag optreden bij de screening van spoedgevallen die naar de spoedeisende hulp moeten of zich daar moeten aanmelden. Bij de aanmelding bij zo'n swap unit en de controlepost is de patiënt verplicht zich te legitimeren met een geldige ID-kaart, rijbewijs of een paspoort. Daarnaast is een mond- en neusmasker verplicht. Bij de controlepost zal de patiënt enkele vragen moeten beantwoorden, waarna ook de lichaamstemperatuur wordt gemeten.
Mochten er klachten zich voordoen, dan wel milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling reuk- of smaakverlies en stabiele vitale parameters, dan wordt de patiënt verwezen naar de swap-unit, vanuit de controlepost dus. En na de swap, bij de swap-unit, mag de patiënt naar huis met duidelijke instructies voor thuisquarantaine. Binnen 2 dagen wordt de patiënt dan telefonisch meegedeeld wat het testresultaat is. Ondertussen worden verschillende bedrijven en organisaties geconfronteerd met COVID-19 besmettingen op de werkvloer. De afgelopen dagen is ook bekend geworden dat personen in gevangenissen zijn besmet geraakt. Een van deze gevangenissen is de penitentiaire inrichting Duisburglaan. Wendel Pinas, de woordvoerder van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, geeft ons de stand van zaken door. Als eerst heeft de leiding in samenspraak met het korpshoofd de voorzorgsmaatregelen verscherpt. Dat wil zeggen van dat je dus extra bij het binnentreden van de inrichting, ook nog bij dus de bezoekdagen, want we hebben wel bezoek, maar het gaat meer om het afgeven van spullen. Dat je dus extra gaat reinigen, extra aandacht gaat besteden, wat meer tijd gaat besteden aan dus de spullen die naar de gedetineerde toe moeten gaan. En zelfs ook met de ambtenaren, dat wanneer ze dus de inrichting betreden, dat je die extra voorzorgsmaatregelen treft, omdat die mensen dan leven buiten de grenzen van de inrichting. Wel werken binnen de muren, maar dat je ook weer aandacht besteedt aan ook de ambtenaren die moeten werken daar. Het korpshoofd heeft een heel goede samenwerking met het medisch team, BOG natuurlijk ook. En laat me dit ook ervan zeggen, vanaf dag 1 bij de constatering van dus verschijnselen te maken hebben met COVID-19, is meneer Vrede in beeld gekomen, samen natuurlijk met het medisch team. Heeft dat zaakje begeleid, heeft natuurlijk ook nog gezorgd van het afzonderen van dus de mensen die besmet zijn, reinigen dat deel dat goed zit en op die manier voorkomen we dat er een verdere besmetting is. Overigens zijn er natuurlijk ook ambtenaren in deze hele reeks te noemen die ook geïnfecteerd zijn geraakt. Ook die zijn aan de goede kant, slechts 2 die zijn nog even in quarantaine, tijdens een proces, je bent wel genezen, maar nog 1 week, 2 weken, even nog kijken hoe dat loopt. Maar al met al gaat het de goede kant op. Afstand houden is erg belangrijk. Niet alleen sociaal en fysiek, maar ook in het verkeer. Te midden van de COVID-19-pandemie is het tot en met 15 september de verkeersveiligheidsmaand. Voor dit jaar hebben we op 15 augustus 2020 de verkeersveiligheidsmaand aangekondigd. We hebben het dit jaar gedaan middels een televisieboodschap, gedaan door de minister van Justitie en Politie. Reden waarom? Omdat we ook rekening houden met de COVID-19 maatregelen. En wat normaliter werd het een bijeenkomst met vele relevante actoren, maar we hebben het anders aangepakt. Ook justitie en politie houdt zich aan die COVID-19 maatregelen. Als thema hebben we gekozen, geef voorrang aan gezondheid en veiligheid, omdat ook van de samenleving verwacht worden dat ze zich houden aan die COVID-19 maatregelen. Zoals ze ook 1,5 tot 2 meter afstand moeten houden. Zo moeten ze ook afstand houden in het verkeer om botsingen te voorkomen. En wij verwachten dit jaar dat er minder levens verloren gaan. Ook gelet op de lockdown die tot 8 uur 's avonds, vanaf 8 uur 's avonds mogen mensen zich niet meer begeven over straat. En ja, dus dan verwachten we dus dat dit ook een bijdrage zal leveren aan minder verkeersongevallen. Tot slot van deze aflevering van het COVID-19-journaal herinner ik u er weer aan. Suriname is in lockdown van 8 uur 's avonds tot en met 5 uur 's morgens. Was regelmatig je handen, houd afstand van minimaal 1,5 meter en doe een mond- en neuskap op buitenshuis, vooral buitenshuis. Neem je verantwoordelijkheid.
Let's flatten the curve. Let goed op uzelf.